kijkt naar een nieuwe vlog van mijn kanaal. In deze vlog neem ik je mee naar de Te Degen Zomerfair in Barneveld. Ik hoop om 3:30 de Insta-date te leiden, maar naast de Insta-date is er nog veel meer te beleven op de Te Degen Zomerfair. Ik neem je mee. Kijk je mee? Nou, we zijn aangekomen op de Te Degen Zomerfair. Het ziet er nu al echt fantastisch uit. Echt zo mooi gesteld. En hier aan de linkerzijde, even kijken of ik hem in beeld kan brengen. Een prachtig kasteel Schaffelaar. Super mooi. Ik ben aangekomen bij de barn, waar ik straks de Insta-date zal leiden. Echt zo gaaf. Prachtige schuur. Mooi rood. Kom, ik neem je mee naar binnen. Ja, en hier mag ik straks de Insta-date leiden. Zo gaaf gesteld. Echt een Insta-date hoekje. Mooie posters hangen aan de wand. Deze komen ook uit het Te Degen. Mooie mand met bloemen. Gezellige tafels. Kun je nog een keer de posters zien? Kijk nou, ik word zelfs op grote wiemers aangekondigd. De Insta-date kun je niet zo goed volgen op video. Daarom heb ik hem ondertiteld voor jullie. Zodat je alsnog het hele interview kan meemaken. Even een kijkje op het podium. Officieel zou de Insta-date op het podium plaatsvinden, maar zelf vond ik dat niet zo heel erg leuk en heb ik ervoor gekozen om mijn interview gewoon bij het Insta-date hoekje te organiseren. Dat is heel goed gelukt. Ook gezellig met veel dames om me heen. Het was echt heel erg leuk. Het podium is wel prachtig gesteld. Thank you.
Buiten was er ook van alles te beleven. Waterfietsen, kanoën voor kinderen. Super tof. En even een rondje over de Brokantenmarkt. Er was echt van alles en nog wat. Heel gaaf gedaan. Hier ook allemaal leuke tafeltjes, spiegels. En ik kwam een hele mooie stand tegen. Halfweg Brokante heet het. Kijk deze schattige plantjes. Deze prachtige kasten, geverfd in hele mooie matte kleuren. En ze hadden ook mijn droomkleur. Zie je die kast, die groene? Prachtig toch? Ik was echt op slag verliefd. Maar ook deze kast, deze zwarte. Echt mooi. Hier alle kleuren op een rij. Moest ze uitpakken. Geweldig mooi. Deze kleur heb ik dus meegenomen. En verder naar een nog wel grappige stand. Twee mannen kwamen naar me toe om te vragen of ik dus een slaapparty wilde houden. Nu ben ik daar niet zo heel erg van. Maar wel daarvoor wilde ik ze niet teleurstellen. En heb ik dus aangeboden om ze in de vlog te benoemen. Dus hierbij. Kapas. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ze verkopen dus hoofdborden en ja, van alles over bedsystemen. Neem een kijkje op hun site voor meer informatie. Hun link naar hun site, net als van Halfweg Brokante, vind je in de beschrijving onderaan deze vlog. Goedenavond allemaal, welkom op deze allereerste De Degen Zomerfair. Echte zomerfair. De temperaturen die zijn zomers. En super welkom in deze mooi gestaalde barren. Waar het heerlijk koel is en ik het super leuk vind dat ik hier een presentatie mag verzorgen over als je de juiste pasvorm en kleur draagt. De bedrijfsnaam, uniek met stijl. Lastig om een mooie bedrijfsnaam te vinden die past bij de klant en bij onszelf. Ieder mens is uniek. Ik denk dat we allemaal nog wel weten wanneer Maxima deze jurk droeg. Hiermee heeft zij een betrouwbare, onvergetelijke indruk op ons allemaal gemaakt. Dat doet de juiste kleur en de juiste stijl. Nou kan ik me voorstellen dat jullie denken, ja, hoe zit dat nou bij mij? Als je daar vragen over hebt, ik heb daar in het hoekje een foldertje staan. Of kom even naar onze stand B16 op het Luifelhofje. En dan kan ik jullie één op één wat meer vertellen. Oh, en dat was het alweer. De Te Degen Zomerfair en de Insta-date. Alweer ten einde. Ik heb het ontzettend leuk gehad en ik hoop jullie ook dat ik jullie meegenomen heb. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je dit videoclipje leuk vindt en abonneer op mijn kanaal. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Doeg!